Binnenkort starten we een nieuw thema en dat gaat over de lente en groeien en bloeien. Met de werkvorm van Binnen- en Buitenkring heb ik eigenlijk gekeken of de leerlingen al iets kennen over het thema. Jullie staan in twee kringen, een binnenkring en een buitenkring. En je staat recht tegenover elkaar, zodat je elkaar kan zien. Ik stel een vraag, op die vraag kan je niet juist of fout antwoorden. De eerste vraag is, waaraan doet het woordje de lente jou denken? En dan begonnen ze ongeveer een minuut, anderhalve minuut met elkaar te praten. En dan schoven ze door naar de volgende persoon. De buitenkring, een persoontje naar links. Zeggen we hallo tegen elkaar en je beantwoordt dezelfde vraag. Je kan nu al een beetje gebruiken wat je hebt gehoord van de andere persoon. Hé. Je bent al een beetje slimmer geworden van informatie. Om de zoveel keer doorschuiven heb ik de vraag besproken met hen en de vraag ook concreet beantwoord met hen. Wat verandert er in de lente? De bloemen is al gezegd. Vervolgens komen er de bloemen die groeien. En dan kwam er een volgende vraag. Je schuift door naar de volgende persoon. En de volgende vraag is, in plaats van dieren, welke planten vindt u allemaal terug tijdens de lente? De werkvorm van binnenkring en buitenkring is volgens mij geslaagd, omdat ik heb gemerkt dat de leerlingen eerst en vooral geen stress hadden. Er was geen juist of fout antwoord, dus ze konden eigenlijk niet missen. Ik heb ook gemerkt dat ze plezier hadden aan de werkvorm, omdat ze met elkaar in interactie mochten gaan. En door die werkvorm weet je eigenlijk al waarover ze heel veel weten. En dan kan je voor je komende lessen filteren wat dat je meer aan bod laat komen en welke onderwerpen dat je iets sneller kan behandelen. Zonder de bijen, zeg maar, kunnen we niet leven. Kunnen wij niet leven, want er gaan geen planten zijn, er is niks om van te leven. Zelfs de bomen gaan niet leven. Jullie hebben dat goed gedaan, hoor. Het was een werkvorm die ik eigenlijk nog niet kende, dat nog niet had uitgeprobeerd. En het is zeker een werkvorm dat ik wel nog in de toekomst zou willen gebruiken.